Dit is de T-Mobile Move, ook wel bekend als de Alcatel OneTouch 908. Het draait op Android 2.2 en kost slechts 8 tientjes, 80 euro. Even kijken wat erin zit. Dit is het toestel. Daar komen we zo uitgebreid op terug. De headset. De datakabel. Micro USB. Die tevens ook gelijk als oplader dient. Dit is het opzetstuk voor de oplader. Verder nog een papieren handleiding. Dus je kan gelijk begonnen worden. Software is van de Alcatel website af te halen. Dit is de Alcatel OneTouch. Want trouwens, verder wordt er nog een 2 GB geheugenkaart meegeleverd. Dat is erg netjes voor een toestel van deze prijsklasse. En een 1300 mAh accu. Neem het toestel even door. Het toestel is 110 bij 57,4 bij 12,4 mm. En beschikt over een 2,8 inch QVGA TFT touchscreen met een resolutie of met een kleurenweergave van 262.000 kleuren. Qua resolutie dus niet heel erg spectaculair, maar verder wel. Gewoon goed, want het is capacitief. Dus het reageert op de aanraking van de vingers, de warmte van de vingers. Hij weegt 120 gram, beschikt over homescreens, Android 2.2 Photo. Heeft hij touch-sensitive toetsen en een grote homebutton die gaat knipperen bij het ontvangen van nieuwe berichten, nieuw binnengekomen berichten. Het homescreen is helemaal naar eigen wens in aan te passen. Thema's kunnen er geactiveerd worden. Het toestel beschikt over een 600 MHz processor. Nou, snel genoeg voor dit toestel. Het menu is typisch Android. Twitter en Facebook app en nog een aantal apps zijn al voorgeïnstalleerd op het toestel. De rest kan uit de Android Market gedownload worden. Aan de achterkant bevindt zich tevens de 2 megapixel camera. En de speaker. Aan de rechterkant van het toestel bevindt zich de volumetoets. En aan de linkerkant de power button. Aan de bovenkant van het toestel bevindt zich de aansluiting voor de micro USB kabel. En bevindt zich ook 3,5 mm audio jack. Aan de onderkant bevindt zich de microfoon. De notificatiebalk, waar we snel wifi, gps, bluetooth, vliegtuigmodus en het profiel kan worden geactiveerd. Hij beschikt trouwens over bluetooth 3.0, dat is de meest recente versie van bluetooth en is daardoor helemaal bij de tijd. Qua connectiviteit is het toestel sowieso bij de tijd, want het beschikt over eigenlijk alle netwerken die we hebben, gsm, nou, quadband. Verder UMTS en HSDPA. Nou ja, voor 80 euro heb je dus een schitterend toestel in handen. De browser reageert vrij snel. Het kleinere toetsenbord is even wennen. Maar went eigenlijk vrij snel. Met berichten typen kan het in het begin even vaak lastig gaan. Dat is een kwestie van wennen. Verder zit er ook wifi BGN op, AGPS
en kompas. Normale GPS. Het interne geheugen bedraagt 150 MB. En ja, er wordt een 2 GB geheugenkaart meegeleverd. Hij beschikt over multitouch, waardoor door de vingers samen te vegen of uit elkaar te vegen ingezoomd kan worden op het toestel. Op de webpagina. Hier kunnen tevens websites favoriet worden gemarkeerd. Verder is het eigenlijk allemaal standaard. Het reageert gewoon vlotjes. En voor dit geld heb je gewoon een compleet toestel in je handen. De camerakwaliteit is wat minder, hij beschikt ook niet over autofocus. Maar voor dit geld verwacht je dat ook niet. Verder zit er een FM-radio op en een muziekspeler. De muziekspeler die heeft een kwaliteit waar je u tegen zegt. De geluidskwaliteit is namelijk erg goed. Zal ik even laten horen. Erg goed dus, warm, lage en hoge tonen worden duidelijk tot uiting gebracht, zeg maar. Ja, een heel compleet toestel. Voor 80 euro kan je natuurlijk, ja, niet domme zij bijna zeggen. De mail was dat. Dit is de Android Market, kunnen talloze applicaties worden gedownload. Voor op het toestel ook games zijn er te vinden. Het menu. Tenminste, instellingen menu. Er is gewoon heel veel aan boord van het toestel. Navigatie kan met Google Maps. Twitter zit er dus standaard op. Er kunnen uit de Android Market andere Twitter applicaties gedownload worden. Verder Android Manager. Daarmee kan je synchroniseren met de computer. Voor Square staat de standaard op. Synchroniseren kan met SyncML. Er zit een task manager op. Als het toestel even niet meer aan kan. Het werkt vlot, de batterij gaat ook lang mee. Bij intensief gebruik haalt hij gemakkelijk 2 dagen. Bij gemiddeld verbruik 3-4 dagen. Makkelijk haalbaar. Tusken reageert ook goed, het toestel is vrij snel. Mocht je alles willen weten van dit toestel, kijk dan naar de review. De eerste review van dit toestel, de T-Mobile Move ofwel de Alcatel OneTouch 908 op www.gsmhelpdesk.nl. Bedankt voor het kijken.